In een hutje langs een verlaten snelweg woont een man die misschien wel de meeste veranderingen ter wereld heeft ondergaan. Hallo, Dennis Evner is in 1958 geboren. Hij deed het erg goed op school. Hij ging bij de marine werken als elektrotechnicus en heeft gewerkt op atoomduikboten. Hij is al jarenlang helemaal idolaat van katten. I do relate to my cats on an emotional level, on an empathic level, and know what they want, know what they need. I get along very well with cats. Cat is 22 jaar geleden met zijn transformatie begonnen. Hij heeft siliconeninjecties in zijn voorhoofd gehad, in zijn wangen en boven zijn lippen. Hij heeft zich aan zijn neus en zijn bovenlip laten opereren. Zijn eigen tanden heeft hij laten vervangen door een gebit met scherpe tanden. Om het helemaal compleet te maken heeft hij 18 piercings, waar nylon snorharen aan bevestigd zijn. Hij heeft zich laten inspireren door zijn voorouders, de Indianen. Ze lieten zichzelf veranderen om er als een mythisch beschermsymbool uit te zien. In a very old Huron tradition, it's always been where my people have transformed themselves into closer appearances to their totems. But it goes far more than that. For me, I relate to cats, but I relate to cats on an entirely different level than most people. And I react like a cat does. I see things as a cat does. It affects every aspect about me. Trying to maintain these whiskers is quite a difficult operation. Hij moet de snorharen zelf aan de piercings bevestigen. Dat duurt in totaal zo'n 40 minuten. Sneller kan het gewoonweg niet. Al zijn spaargeld heeft hij besteed aan de transformatie. Hij werkt als computertechnicus in een nabijgelegen stadje om zijn droom te kunnen financieren. Om nog wat extra inkomsten te vergaren, werkt hij ook nog thuis. Hij repareert kapotte computers voor vrienden en buren. I thought he was in some type of cat club. And that's what, you know, then dress up like cats and emulate the animal. But I know he's of Indian descent, and so I know he have a thing for animals. All the piercings and tattoos, that's up to him. I couldn't handle it. He's a good friend, and he's all right with me. Cat is nog niet tevreden, want een echte kat heeft ook nog een staart. Hij wil er operatief een laten aanbrengen, maar voorlopig moet hij het doen met eentje die werkt op batterijen en die hij om zijn lichaam kan binden.